Gagelstede, de park. Daarachter ligt de voedseltuin. De voedseltuin van Mark Verhoef. En ik ga met hem in gesprek. Ga je mee? Ja, dit is de voedseltuin Overvecht. Eigenlijk onze eerste tuin. Want we zijn hier nu, ik zat net te rekenen, 8 jaar bezig. En achterop Gagelstede. En in die tijd hebben we nog 2 mooie voedseltuinen kunnen openen. Eentje zit hier achter op de Bangkokdreef en eentje bij het tuincentrum Stek. Nou, en je kan hier op al die tuinen kan je in ieder geval 2 keer in de week terecht om samen met andere buurtbewoners te tuinieren. En tuinieren betekent ook dat je groenten mag oogsten en die mag opeten. Hoe beter, je kan het niet beter hebben, lijkt me. Ja, op dit moment zijn wij in het stukje knoflooktuin, de onkruid aan het wieden. Dus dat is ook iets... Knoflooktuin? Ja, we hebben allemaal verschillende soorten tuinen en op dit moment staat hier de knoflook. Dus daar zijn wij nu mee aan de slag. Waarom ben jij bij de voedseltuin? Nou, ik doe werk wat eigenlijk heel erg met mijn hoofd is en ik wil ook graag met mijn handen bezig zijn. Dus dat kan je hier heel mooi in de voedseltuin ook doen. En hoe wist je dat hier een voedseltuin was? Ik heb een huisgenoot die hier al een jaartje mee aan meewerkt en zij heeft mij hier mee naar binnen getrokken om ook mee te helpen. Wij verbouwen met elkaar, verbouwen we alle groenten, dus iedereen helpt aan alles mee. En aan het eind van de werkochtend of werkmiddag, dan kijken we wat is er te oogsten en dan neem je gewoon een deel van de oogst mee. En heb je groene vingers? Had ik niet, maar probeer ik nu wel te krijgen. Ik vind het wel al leuk en ook de binnenplantjes die gaan wel goed. Maar om dan echt een moestuin te onderhouden, ja, daar wilde ik toch wel wat meer over leren. Ik zeg altijd, als je op deze tuin komt, is er 1 regel. En je moet hier vooral naartoe komen omdat je hier wil zijn. Dus, en hier willen zijn, dat betekent soms ook gewoon lekker op de bank van het zonnetje genieten. Of... een klusje doen, een bank repareren bijvoorbeeld. Of misschien wil je wel helemaal niet zaaien, maar vind je het prima om een grondvlak te harken. Kan allemaal, hè? Daar hebben we gewoon met elkaar gesprek over. Dus ik durf bijna te verzekeren dat ik iedereen wel aan het werk krijg hier. En wat wordt hier onder andere verbouwd? Ah, je kunt het zo gek niet bedenken. Dus een snijbiet, en sla, een andijvie, verschillende slasoorten. We hebben wortels, we hebben bieten, we hebben pastinaken, we hebben knolselderij, knolvenkel, we hebben aardappels, we hebben uien, we hebben knoflook, we hebben tomaatjes. Diversiteit is heel erg belangrijk om een tuin ook gezond te houden. We zien in Nederland zoveel plekken waar 1 grote monocultuur is, zoals dat genoemd wordt. Dat wordt de natuur ook niet zo blij van. En als de natuur niet blij is, zijn wij ook niet blij. Als er nou kijkers zijn en die willen graag meedoen? Nou, de handigste manier is om naar onze website te gaan. En dan kijk je, en onze website is www.voedseltuinovervecht.nl. En daar staan de actuele openingstijden van de 3 tuinen. Dat zijn de gezamenlijke werkmomenten die wij hebben. Dat zijn de 2 per tuin. Dan kom je gewoon langs. Dan word je door mij of door mijn collega Mirte of Dario word je ontvangen. En krijg je een rondleidingje op de tuin, wordt je uitgelegd hoe de tuin werkt en kan je gewoon mee aan de slag. Zo simpel is het. We proberen het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Maar doe wel schoenen aan die vies mogen worden en een broek die vies mag worden. Dat is wel handig.